8 politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. Op 21 november mag u als inwoner van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem naar de stembus. Maar kent u alle lijsttrekkers? In een serie mini-portretten maakt u kennis met de lijsttrekkers van de partijen. In deze aflevering Oline van den Tolde-Weert en Jeffrey Himpers. Lijsttrekkers Burgerstem Altena. Een duo als lijsttrekker hoor je niet vaak. Maar het duo-lijsttrekkerschap, zoals ze het noemen, wil zeggen dat ze samen optrekken in alles wat de partij doet. Het is allemaal begonnen met het icoonproject Meervoudige Democratie voor Altena 2019. Himpers deed eerder al voor de Partij voor Nederland van Jan Roos mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar richt nu zijn pijlen samen met Van den Tolde-Weert op Altena. We staan hier op Klootwijk in Almkerk, een beetje in het hart van de nieuwe gemeente Altena. Ik vind het een mooie plek en lekker rustig om te vergaderen. En het is helemaal centraal. Voor ons als Burgerstem Altena heeft het wel een bijzondere betekenis. Want hier zijn we 2 jaar geleden eigenlijk begonnen vanuit Burgerinitiatief Altena. We komen voort uit de icoonprojecten. We zijn 2 jaar lang bezig geweest als Burgerinitiatief Altena om onze ideeën samen met de bestaande politiek te realiseren. En we hadden daar een werkplek voor nodig. Nou, die werkplek was hier op Klootwijk. Ik ben politiek ingegaan, opnieuw ingegaan vanwege het feit dat ik ontdekt heb dat 25 jaar keihard werken om die politieke partijen eens duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van hun besluitvorming. Ik heb diverse malen ingesproken, vooral namens de ouderenzorg. En er wordt gewoon niet naar je geluisterd, er wordt niks mee gedaan. Ik ben altijd wel maatschappelijk georiënteerd geweest. Maar een aantal jaar geleden, tijdens de laatste Europese verkiezingen, wilde ik graag eens kijken in een stemlokaal hoe dat is, hoe die stemmen geteld worden. Dat recht als een burger heb je, iedereen in Nederland. En ik werd weggestuurd. En voor mij was dat wel een levensveranderend moment eigenlijk. Van hoe kan dat nou dat ik als burger van mijn recht gebruik wil maken en ik word weggestuurd. En vanaf dat moment ben ik ook actiever geworden. Ik heb gecanvast, deur tot deur gesprekken gevoerd tijdens het Oekraïne-referendum. En dat was voor mij ook weer een moment waaruit bleek dat mensen zijn echt geïnteresseerd in politiek. Alleen vaak voelen ze zich niet gehoord. En daardoor machteloos en daardoor toon je desinteresse. En dat was voor mij het besluit om daar meer mee te gaan doen. Wat wij belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente van Altena is dat wij ongerust zijn over wat het betekent voor de lokale democratie op het moment dat die fusie een feit is. We gaan terug van 51 raadsleden terug naar 31 raadsleden. Waardoor je een letterlijke en een figuurlijke afstand in de politiek aan het creëren bent. Dus de afstand tot het gemeentehuis wordt letterlijk verder weg. De vertegenwoordiging vanuit de kernen zal gewoon minder zijn. En vertegenwoordiging vanuit de kernen weten we vanuit het visietraject. Dat vinden we gewoon met z'n allen gewoon heel erg belangrijk. Dat vooral een grote gemeente Altena straks toch rekening blijft houden met 21 kernen in het land van Altena. Een eigenheid, een cultuur en dat. Vooral is het heel erg belangrijk dat men meer kennis neemt vanuit die bevolking hoe zij hun eigen dorp willen behouden, op wat voor manier. Wat ik anders zou gaan doen als ik niet in de politiek zou gaan. Ja, ik heb genoeg te doen en ik zal er ook tijd voor vrij moeten maken om de politiek in te gaan. Ik heb 10 kleinkinderen, ik heb een hele grote tuin, ik heb een huis wat bijgehouden moet worden. En ik heb mijn werk als vrijwilligster al 25 jaar. Ik werk als voorzitter van de PCOB, dat is de Protestant Christelijke Ouderenbond. Ik ben WMO cliëntenondersteuner en vandaar dat ik eigenlijk al meer dan 20 jaar de politiek goed in de gaten hou. Nou, ik heb mijn leven eigenlijk zo ingericht dat ik altijd een deel van mijn tijd besteed aan iets wat bijdraagt aan de maatschappij. Dus ik heb mijn gezin, ik heb mijn werk en ik heb mijn sport. En daarbij doe ik altijd wel iets wat daaraan bijdraagt. Onder andere het organiseren van zelfverdediging bij ons in de dorpen voor meiden tussen 12 en de 16. Maar ook meedraaien in het visietraject om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke visie voor de nieuwe gemeente. Dus ik heb altijd in mijn leven een bepaalde hoeveelheid tijd hiervoor ingeruimd. En op dit moment is dat vanuit Burgerinitiatief Altena, wordt dat Burgerstem Altena. En ik verheug me er heel erg op om daar nog harder mee aan de slag te gaan. De 100.000 euro vraag. Nou ja, wij komen voort uit Burgerinitiatief Altena en wij hebben in juni afgelopen jaar voor de fusieraad een heel mooi plan gepresenteerd hoe wij die betrokkenheid tussen de politiek en de inwoners zouden willen verbeteren. Daar hebben we centen voor nodig. Dat is een deel fysiek en een deel online. Daar hadden we inderdaad ook gevraagd van of we daar wat geld voor konden krijgen om dat te realiseren.
Nou, in juni van dit jaar hebben we daar een grote nee op gekregen. Vandaar dat we dus ook hier staan als Burgerstem Altena. Omdat we het heel belangrijk vinden dat we die ideeën wel kunnen realiseren. En dat geld zouden we daar ook de komende 3 jaar voor willen inzetten. Wat de inwoners van Altena van mij moeten weten is dat wij 2,5 jaar geleden het initiatief zijn aangegaan om die lokale democratie te versterken. Wij hebben dat nu toe gedaan voor de politiek, om het als cadeau aan de politiek te geven. In juni is dat helaas niet geaccepteerd, dat cadeau. En van mij, moeten jullie van mij weten, dat ik eigenlijk niet zal rusten totdat we dat gerealiseerd hebben.